Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Het is weer vrijdagmiddag en vaak ben ik dan wel live. Vandaag even weer een korte showtime en daarna ga ik aan het knutselen. Even alles weer delen, even alles goed zetten en dan gaan we zo meteen gezellig van start. Als het goed is komen ze mij ook zo nog even een kopje koffie brengen, want ze waren nog niet zo ver gekomen. Het is een beetje druk en dan loopt het soms allemaal net even wat anders. Nou, ik zie dat ik de meeste dingen klaar heb liggen. Nou, het wordt een korte showtime en daarna ga ik dus lekker aan het knutselen. Nou, dankjewel Gerdy. Lekker een kopje thee en een kopje koffie voor mij. Dus ik vermaak mij wel. Ik weet niet of jullie er ook lekker een bakje koffie bij hebben vanmiddag. Het is in ieder geval wel tijd voor koffie. Nou, ik zie dat er al heel veel mij gevonden hebben. Ik wil dit nieuwe papier even laten zien. Ik heb het zelf ook nog niet gezien. Dus ik kijk gewoon gezellig met jullie mee. Dit is nieuw papier van het... volgens mij is het... Oh, dit komt uit Spanje. Van Decatrade. En daar hebben we al wat andere leuke paperpads van gehad. Dus ik ga ervan uit dat dit ook gewoon weer een hele mooie is. Hij is leverbaar op het formaat van 8 inch bij 8 inch. Dat is dus 20,5 bij 20,5. En hij is leverbaar op 30,5 bij 30,5. Die 30,5 bij 30,5 is 224 grams papier. En de... 20,5 bij 20,5 is 170 grams papier. Nou, super toch dat je precies op tijd bent. Nou, chocolaatjes, ik kan ook wel wat lekkers erbij pakken hoor. Ik heb hier ook nog van allerlei lekkers in mijn ding liggen. Dus pak het gerust. Nee, gekheid. Ik heb hier van allerlei lekkers in mijn karretje liggen. Kijk, dit is toch heerlijk. Er zit van alles bij. Nou, er zit zelfs nog wel wat gezonds bij, hoor. Kijk, deze die zijn dan wel voor mij. De rest heb ik allemaal voor knutselspul. Ik wil namelijk nog wat creaties gaan maken. Dus er zit van allerlei lekkers tussen. Ik wil de komende tijd wat cadeaudoosjes gaan maken en dat soort dingen. Dus even jullie lekker maken. Dat zit in een verborgen laadje. En dat gaan we gewoon lekker mee aan de slag. Maar dan hebben jullie even wat lekkers gezien, toch? Moet kunnen op de vrijdagmiddag. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zelf gewoon echt helemaal een beetje gestrest. En daarom heb ik ook de live even wat korter gedaan. De Black Friday, ik vind het maar niks. Echt, spijt me zeer. Het is dat je er een klein beetje aan mee moet doen. Als je het niet doet, dat je buiten de boot valt. Maar het is, het is niet mijn idee. Ik vond het ook eigenlijk, als het niet zo verplicht was, dan had ik ook echt die actie niet gedaan. Het is echt, ik vind het maar stresswerk. Maar goed, voor jullie scheelt er natuurlijk wel 10% korting vandaag. Shop dan misschien ook die leuke nieuwe lijnen. Want ik denk dat het leuk is. Miranda Pulles, voor mij is het inderdaad gewoon wel knutselspul, want ik kan daar zelf niet tegen. Dus vandaar dat het voor mij wel gewoon knutselspul is. Kijk eens, oh, dit is leuk. Ook een shaker gedeelte erbovenop van die shaker blisters met een beetje sneeuw erop. En je hebt al gewoon een hele... Ja, een heel stuk klaar. Ook deze combinatie is ook mooi. Ik vind die achterkant ook erg mooi. Nou, weet je, dit is ook voor snelle kinderkaartjes of snelle kerstkaartjes toch hartstikke leuk. Een vierkante shaker blister van Marianne Design eromheen. Een leuk randje en dan toch... Nou, het is al wel bijna een verplichting aan het worden hoor. Want mensen zijn al van tevoren gewoon aan het mailen van... Ja, wat is jullie... jullie Black Friday actie. Oh, deze is ook leuk. Ja, en de een doet nog gekker dan de ander. Het is 10%, 20%, 30%.
Wij hebben gewoon 10% gedaan en ik vind het mooi genoeg. Dit is inderdaad een Spaans merk, Decatrade. En die hebben echt, ja, daar zitten hele leuke dingen in. Nou, deze labels, dat is dus wel een klein beetje jammer. Want dat is dus ook in het Spaans. Maar ja, goed, dan gebruiken we gewoon de achterkant. Kijk, Vida la Navidad, daar kunnen we natuurlijk wel gebruiken. Feliz Navidad kunnen we wel gebruiken. Of we kunnen die gewoon uitknippen. Nou, dit is ook Viva la Navidad, kunnen we ook wel gebruiken. Feliz Navidad. Er zitten een paar zitten erbij die, ja, kun je eigenlijk niet gebruiken. Maar weet je, je kunt ook deze plaatjes weer uitknippen en ergens bij gebruiken. Kijk, dit is toch echt leuk. Ook de achterkantje. Deze ook. Leuk gnoompje ervoor zetten. En je hebt toch al een superleuke kaart klaar. Nou, achterkant. Ik hou wel echt van die ruitjes. Superleuk. Oh, dit ook. Dit is dus inderdaad Spaans merk. Decatrade. Leverbaar op 15,2 bij 15,2. En 30,5 bij 30,5. Dit is dus de Contigo à la Polo Norte. Nee. Ik kan die 30,5 ook laten zien, maar in principe is dat hetzelfde. Dus kijk, daar zitten dezelfde platen in. Alleen is deze dus net een slagje groter. Dus die laat ik nu maar niet zien, want anders dan ja, ben ik weer heel veel tijd daaraan kwijt. En dat vind ik ook een klein beetje jammer. Ik had in eerste instantie in de nieuwsbrief gezet dat ik ook de nieuwe lijn van Precious Marieke wou laten zien. Maar dat ga ik dus vandaag niet doen. Dat komt woensdag. Dinsdag. Ik wil nu even wat andere dingen. Ik heb mijn camera een beetje scheel staan. Ik ga het eventjes proberen ietsjes rechter te zetten. Even kijken of ik hem de goede kant uitdraai. Even kijken of jullie zo ietsjes rechter beeld hebben. Volgens mij wel. Ik wou nog even iets anders laten zien. Ja, volgens mij is dit zo iets rechter. Wat hebben wij nog meer nieuw? Wij hebben kerstservetten. En servetten, ja, kan je in principe hetzelfde gebruiken als rice papers. Dus ook gewoon, ja, ook wat je vroeger kon doen. Dit is gewoon, deze zitten verpakt per, volgens mij zitten er 40 stuks in. Dus straks voor de kerst kun je er ook lekker mee bezig. We hebben een paar leuke soorten. Volgens mij is het iets rond de 3 euro of... Ja, durf ik ook niet uit mijn hoofd te zeggen. Als het goed is, staan ze inmiddels wel in de webwinkel. Nou, deze is toch gaaf. Kijk eens. Ik zal er even eentje openmaken. Want ik had al... mijn zus die werkt ook op de vrijdagmiddag weer. En die heeft ook kinderen. En die vond het ook erg leuk, deze servetten. En die zei al van... Nou, dat vinden de kinderen straks ook wel leuk. Om daar de mond aan af te vegen met de kerst. Dus... Janine neemt er een paar mee. Janine gaat er wat mee maken. En dan krijgen de kids straks ook leuke servetjes. Kijk eens, dit is toch gaaf. Zo. Dat is die. Nou, die collectie... Annemieke Vos zegt jammer. Maar die collectie, daar wil ik dinsdag dan wat mee gaan doen. En dat leek mij leuker dan alleen maar showen. Oh. 20 servetten zou ook kunnen. Als het goed is, moet het in de webwinkel wel erbij staan. Deze met die kerstman ook is toch gaaf. En deze met ja, mooie rustieke kaars. En deze. Kijk, dit is toch leuk. Dit is ook weer leuk om bijvoorbeeld op MDF te doen. Of op een dakpan of iets dergelijks. Dus er zijn hele leuke servetten bij ons binnengekomen. Dat was even een klein uitstapje. Dan wilde ik nog iets laten zien. Ja, vroeger werd dat inderdaad heel veel op dakpannen gedaan. Wij hebben namelijk nu ook weer de rechargeable handy lamp binnen.
En die handylamp, die werkt dus op batterijen. Kun je met een USB-stickje of USB-aansluiting kun je die dus gaan opladen. De klap is 180 graden. En energy savings, dat is natuurlijk ook nog wel handig. En 3 temperatuurlichten. Hij gaat 3 tot 5 uur mee met de batterij. En je kunt hem dus ook gewoon aan je aan de USB laten zitten. Dan gaat hij natuurlijk langer mee. Deze is €34,95. En, oh, ik klik hem al aan. Dat was niet de bedoeling. Kijk eens hoe mooi compact deze is. Die is echt lekker klein. Je kan hem heel makkelijk meenemen. Je zet hem op deze manier op je tafel. Er zit een stekkertje bij. En kijk eens hoeveel licht hij geeft. Je kunt hem dus zo tot 180 graden kun je hem neerzetten. Kijk, dit is het warme licht. Dan tik je er nog een keer op. Krijg je het middelste, zeg maar. Nee, de middelste is het lichtste. Kijk, je ziet dus 3 verschillende soorten licht. En deze, ja, moet je zien hoeveel die verlicht hier al bij mij. Dus dit is gewoon echt een hele fijne. We hadden hem heel lang niet meer leverbaar, maar hij is er eindelijk weer. €34,95. En zelfs vandaag kun je deze nog met 10% korting shoppen. Dus wie weet een leuk item voor op je kerstwishlist. Nou, ik weet niet of jullie gisteren die foto hebben gezien, dat ik dus hier een kantoor in opbouw heb. En ik heb zelf heb ik dus een andere. En die heb ik erboven, maar die heb ik nu niet aangedaan. Want anders dan heb ik alles weer spiegelend. Maar kijk, die heeft ook, ik kan hem eventjes zo laten zien. Kijk, die heeft ook 3 verschillende soorten licht. Misschien dat ik hem straks als ik ga knutselen aan kan zetten. Want dan heb ik geen verpakkingen die schitteren. Nou, waar gingen wij nog meer naartoe? Wij hebben Dutch Doobadoo. En Dutch Doobadoo heeft ook weer wat nieuwe dingen. Ik moet dat even organiseren. En daar wil ik straks ook mee aan de slag gaan. Nou, eventjes een klein beetje een organisatie. Het is gewoon een vrijdagmiddag. Ik kon het allemaal niet eerder voor elkaar krijgen. En net wat ik al zeg, ik had gewoon echt een gestreste dag van Black Friday. En ik heb het dus niet voor kunnen bereiden. Ik heb ook zitten twijfelen van ga ik live, ga ik niet live. En ik denk, ik doe het ook gewoon, want anders ben ik alleen maar weer aan het bestellen en het regelen. En daar had ik geen zin in. Ja, hij kan gewoon op stroom. Ja, ik zie dat Sjanne van den Broek, die had gisteren de lamp besteld. En die had hem vandaag al binnen, dus dat is super snel. Dit is een MDF-setje. Nou, ik zal hem wel even openmaken. Dan kunnen jullie ook zien hoe die werkt. Dat betekent verplicht dat ik er ook wat mee moet gaan doen, hè? Kijk, in het achterste vakje zet je het huis. Het huis kun je dus echt leuk met designpapier in gaan bekleden. Of je zegt van, nou, ik ga hem schilderen. Een hele leuke boom. Nou, die boom zou ik persoonlijk met leuke cadensverf in een groen kleurtje op kleur gaan brengen. Ik zou de ster met mooi goudverfje gaan doen. En dan zou ik er weer sneeuw op gaan doen en een beetje mos misschien erop. Dan hebben we nog een boompje. Die kan hiervoor. En dan kun je hier nog een paar leuke vaccinelichtjes in doen. Nu zit ik even te denken of we die boompjes dan voor het huis moeten doen of achter het huis. Of dat we eentje ervoor doen en eentje erachter. Daar kun je natuurlijk zelf ook nog een beetje mee gaan spelen. Het is tenslotte je eigen... Ik ga even kijken of dat... Nee, de boom erachter, dat zie je niet. Was leuk geprobeerd. Je kan ook zeggen van, nou weet je, ik doe alleen de bomen een beetje zo aan de zijkant. En dan gedeeltelijk voor het huis. Verzin er iets leuks mee.
Ik denk dat ik het zelf een beetje op deze manier zou doen. En dan hier wat leuke gnomes of iets dergelijks tussen doen. Wat van die rendiertjes. Een paar vaccinelichtjes. En je hebt een superleuke kerstcreatie. Nou, achter het huis zie je niets. Was leuk geprobeerd, maar helaas. Dat waren de boompjes. Dan hebben wij paper art. Ja, lichtjes aan de achterkant is ook nog een heel leuk idee. En dan bij die raampjes kan je dan van dat mooie folie doen van Studio Light met die lichtjes. Oh, zo de lichtjes erachter. Ja, dat kan inderdaad ook. Maar ik vind het altijd wel leuk om de lichtjes nog te zien. Dus je kan ook nog zeggen van... Ik hou gewoon echt van vaccinelichtjes. Ik zou die vaccinelichtjes zelf, denk ik, in beeld zetten. Maar het kan inderdaad ook andersom. Ik zou hier gewoon nog weer zo'n verlichting van Studio Light achter gaan plakken. En dan de lampjes aan de achterkanten weer tussen doen. Maar dat is inderdaad ja, net wat jij zelf leuk vindt. Ik zou het leuk vinden om dit nog weer extra te decoreren. Wat sneeuw hier vooraan. Maar zo zie je maar weer. Met één project kun je dus allerlei verschillende kanten op. Dus kijk gewoon ook wat jij zelf leuk vindt. Hele mooie zwarte boompjes hebben we. En Santa... die door de lucht vliegt. Ja, ik snap het principe dat dan het lampje er doorheen schijnt. Maar ik zou daar zelf weer extra verlichting achter maken. Om het mijzelf maar even moeilijker te maken. Dan hebben we een hele leuke pillowbox. Nou, daar kun je dus lekkere chocolaatjes of iets dergelijks in gaan stoppen. Of een cadeautje straks voor de kerst. Kun je dat sterretje uit gaan halen. Maar je kunt ook zeggen van nou, sterretje laat ik erin zitten. Net wat jij zelf leuk vindt. Deze. Daar heb ik in de nieuwsbrief al een voorbeeld mee laten zien. En die heeft ook op ons in de groep al wel gestaan. Dat is een beetje, ik weet niet of jullie die mal van Marianne Design ook kennen. Die layout mal van, volgens mij is 2 maanden terug. Daar kun je zo'n hele leuke scrap layout mee maken. En die plak je hier weer op. En dit is dan de easel. En dan plak je deze. Oh. De zo op. Even zorgen dat ik hem op de goede kant neerleg. Dus de easelkaart ga je op deze manier. En dan zorg je dat hier iets komt waar die achter blijft steken. En dan plak je dit gedeelte hier weer bovenop. En dan heb je een superleuke kaart. Staat nog op mijn to-do-list om daar wat mee te gaan doen. Want dit vind ik echt een heel leuk modelletje. Maar ja, er zijn zoveel leuke modelletjes, hè. Nou, ik zie dat Monique hem vanmiddag heeft binnengekregen. Superleuk. Dan kun je er lekker mee aan de slag. En we kijken uit naar jouw creatie ermee. Dit is een hele leuke met cadeautjes in het midden. En aan de zijkant een mooi schulprandje. Dus die cadeautjes die komen naar voren in het midden. Dan hebben we een heel leuk doosje. Met golfrandjes erbij. Deze heb ik eerlijk gezegd nog geen voorbeeld van gezien. Dan moet ik even ook eerst uitgetekend zien. Ik ben altijd iemand, ik moet dat eventjes voor me zien hoe dat dan precies uit komt te zien. Wellicht zullen er in de Dutch Doobadoo groep één deze dagen wel leuke voorbeelden mee komen. Dus die kan ik jullie niet helemaal laten zien. Dan hebben we een gingerbread huisje. Deze klap, hier vouw je hem weer dubbel, zeg maar. Dit is een rillijntje. Dan deze kun je hier ook rillen. Die vouw je dubbel en deze vouw je dubbel. Dus je moet hem eigenlijk zo zien dat het een dubbel huisje gaat worden. En dat huisje kun je dan weer dichtstrikken. Dus
Ook deze komt binnenkort tevoorschijn. Nou, tijd aan de kerstman vragen. Ik had van de week had ik een bespreking. En dat zou 20 minuten duren. En uiteindelijk duurde dat ruim een uur. En die afspraak, dat was gewoon helemaal niks. Dat was zakelijk ding. En daar zou ik de volgende dag voor bellen dat niet doorging. Ik had bijna de neiging om te gaan vragen waar hij zijn horloge had gehaald. Want als ik nou die 20 minuten en dan... ik zou dan elke dag daarvoor in de plaats een uur tijd hebben. Kijk, dat zou toch heel veel schelen. Dan heb ik alweer 40 minuten speling per uur. Oh, dat is inderdaad ook een doosje met vakjes zoals een brievenstandaardje. Ja, dat is inderdaad... Want deze, die klap je hier weer tegenaan. Dankjewel, Christine, voor het meedenken. Dit is een hele gave shape art. Nou, ik hou wel altijd van dit soort modelletjes. Leuk om ook nog even wat kerstkaartjes mee te maken. Gewone kaartjes, net wat je zelf leuk vindt. Dan zijn er weer nieuwe bult op. We hebben de koala beer. Die is 14 centimeter. Nou, van deze houden jullie gewoon ook voorbeelden te goed. Moeten jullie gewoon kijken in de groep van Dutch Doobadoo. In onze eigen groep. De DT-leden van Dutch Doobadoo posten ook allerlei voorbeelden mee. Dan hebben we Santa. Die mag natuurlijk ook niet ontbreken. En een hele gave slingeraap. Die is trouwens 12 centimeter. Maar ligt er natuurlijk een beetje aan... Wat ga je allemaal gebruiken? Maak jij een hangende slingeraap? Zet jij de aap neer? Dat is gewoon allemaal een beetje afhankelijk. Santa is 17 centimeter. Dan leg ik dit... Nee, er staat geen voorbeeld aan de achterkant. Dat is alleen maar bij die bult-up dieren. Bij de andere is helaas geen voorbeeld. Ik ga eventjes... Nog een slokje thee, koffie. Nou, de laatste wat ik wilde laten zien. In eerste instantie dacht ik van, wat is dat nou dan weer? Maar toen zag ik het voorbeeld en toen begreep ik het inderdaad ook. Dit is een heel leuk malletje waar je in het midden een hanger kunt doen. En je kunt hem wellicht ook nog op deze manier, dat een soort schutkaart wordt. En dat je hier een leuk... hangend iets in gaat doen, dat weet ik niet. Maar je kan hem in ieder geval staand en dan als een X-kaart. En daar ga ik zo meteen mee aan de slag. Dus die leggen we hier even neer. En we hebben nog één nieuw ding. Dat is namelijk de Crafty Kit. En met dit gedeelte ga ik lekker aan de slag vanmiddag. Ik wilde gewoon even creatief zijn. Het is vrijdagmiddag, bijna weekend. Tijd voor ontspanning. De Crafty Kit, de Christmas Mood. Ik vond die kleurtjes wel ontzettend leuk. En daarin zit twee vel van deze. Dat is dubbelzijdig designpapier. Ja, met een ijzerdraadje in het midden. Klopt inderdaad, Jeanette, dat jij er ooit eens een draaikaart mee hebt gemaakt. Alleen deze is niet recht aan de onderkant. Maar misschien is dat voor jou wel leuk om een workshopje een keer weer mee te doen. Je weet maar nooit, hè. Kijk, dit is toch... Ja, ik vind dit echt hele mooie kleurtjes. Dit is precies mijn ding. Kijk. Nou, je kunt nog steeds meekijken. Ik heb een aantal dingen al laten zien. En ik ga zo meteen aan het knutselen. Dus... schuif nog gezellig aan en het begin kun je straks nog wel weer terugkijken. Daarbij zitten hele leuke pingwings. Die passen er natuurlijk helemaal bij. Dit is gewoon uitdruk. Kijk, die zijn toch leuk. Cadeautjes erbij. Daarbij zitten hele leuke stickertjes. Gelukkig nieuwjaar, fijne feestdagen, kerstgroet, kerstmis, heilige nacht. Een speciaal kerstbericht, kerstboom. En daar zit een shape art mal bij. Nou, die shape art mal ga ik nu niet gebruiken. Deze kun je ook weer op verschillende manieren, denk ik, gaan gebruiken.
Ik weet nog niet precies wat ik ermee zou gaan doen. Ik denk haast dat ik hem... Ja, dat ga ik straks ook doen, JP van Weerden. Met een transparante bal in het midden. Deze is bijvoorbeeld... Ik ga even kijken hoe breed die is. Deze is 16,5 centimeter. Hij is wel wat groter. Maar ik zou dan bijvoorbeeld een kaart van 16,5 bij 16,5 maken. Of ik zou hem 16,5 bij 20. Dan krijg je wel een iets groter. Dan wordt wel iets kolossalere. Dat maakt niet uit. Maar ik zou daar leuke labels denk ik in gaan stoppen. Dus dat kun je er ook nog mee doen. Ja. Je kan ook gewoon zo als losse kaart en dan dubbel maken. Dat je gewoon echt een dubbele kaart van maakt. Mogelijkheden genoeg. Ik had hierbij ook maar gelijk eventjes wat kleurtjes cardstock uit laten zoeken. Die Crafty Kitty is €9,95. Want die is ietsjes duurder. Want daar zit... het malletje bij in, zeg maar. Er zitten stickers bij in. Er zit diecut bij in. En er zit een paperpad. Allerlei papieren in. Dus vandaar dat die ietsjes duurder is. Ik had er 3 verschillende kleurtjes bij gepakt van de Florence. En ik moet even weer kijken welke kleuren. Want de kleur Air, die heb ik al geknipt. Die heb ik er ook bij gebruikt. Moet ik even kijken. Dat is deze kleur. Dat is een hele mooie lichte kleur. Die past er goed bij. De kleur Ocean heb ik erbij. Dat is kleur... Oh, het is kleur 43 trouwens. Kleur 45 heb ik erbij. En ik heb... kleur 65, dat is Clay. Dus ik heb die 3 kleurtjes erbij. Dus de kleur Clay 65... kleur Ocean, dat was 45. En de kleur Air, dat is 43. Van 2 stukken karton met het tussenstuk kan je er papier in zetten. Ja, dat kan ook. Er zijn allerlei mogelijkheden mee. Net wat jij zelf wilt. Tenminste, dat vind ik altijd met zulke soort malletjes. Je moet gewoon doen wat jij zelf ermee wilt maken. Nou... vandaag wil ik nog even iets anders laten zien. En dan gaan we echt aan het knutselen. We hebben namelijk ook van Nelly Snellen deze hele handige magnetic ruler set. En dit is vergelijkbaar met onze magnetische plaat van bijvoorbeeld Fasen Creative of de Make Art Station. Dat is dat magnetische bord waar je Dutch doobadoo malletjes op vastzet. Nou... wat is het voordeel van deze? Dit is ook een snijmat. Dus hier kun je ook al gelijk op gaan snijden. Deze op A4 formaat. Dus dit is in principe gewoon een snijmat. Alleen heeft deze dus al de magneetjes. Zodat je er eigenlijk alles mee kunt. En ook gelijk op kunt gaan snijden. Die is €19,95. En vandaag ook met 10% korting te bestellen. Nou... wat heb ik gedaan? Ik ga deze even aan de kant leggen. Ik ben toch een beetje gewend om altijd te werken met mijn eigen liniaal. Geen idee waarom. Of de transparante bedoel ik. Dan kun je er doorheen kijken. Ik ga vanmiddag aan de slag met deze mal. En daarin wil ik zo'n transparante bol gaan hangen. Hoe ver ik kom, durf ik echt niet te zeggen, dames. Ik zal het wellicht echt niet af gaan krijgen. Maar dat is geen probleem. Het komt later wel. De transparante bol wil ik hierin gaan hangen. Dat is artikel nummer 8021-00/0060. Dat is een plastic transparante bol van 6 centimeter en daar zitten er 5 in. Dus... die moeten we erbij hebben. Deze heb ik 4 keer uitgeknipt uit de kleur R. Die moet ik nu nog eventjes gaan rillen. En ik heb hier die hulplijntjes nog staan. Dus zover was ik nog niet gekomen. Ik denk als ik de basis in ieder geval maar alvast geknipt heb.
Ik ga even kijken of het zinvol is om mijn daglichtlamp erbij aan te doen. Gaat het straks heel erg schitteren, dan doe ik hem weer uit. Nou, ik ga even kijken of dit voor jullie beter licht is. Kijk, volgens mij is dit prima te doen met het licht zo. Heb ik straks te veel schaduw, geef het eventjes aan. Dan doe ik mijn lamp weer uit. Maar anders laat ik hem lekker aan. Dus ik heb deze 4 keer. Ja, die bal die zit inderdaad ook in de box die Jeanette gemaakt heeft afgelopen week. Dus jullie hebben dan gelijk alweer 2 mogelijkheden mee. Dus dan heb je aan 5 van die malletjes of 5 van die balletjes vast wel weer genoeg. Dan kun je verschillende creaties alweer gaan maken. Dat is die. Nou, fijn dat het zo te doen is met de lamp. Ja, als ik de producten show, dan heb ik gewoon te veel plastic en dat gaat gewoon enorm schitteren. Maar als het zo prima te doen is, laat ik hem lekker aan, want het scheelt voor mij gewoon heel veel licht. Want het wordt nu toch wel sneller weer donkerder, hè? Het is nu gewoon vroeg donker. Het was hier heel de dag een beetje, ja, een beetje grauw, een beetje somber weer, een somber dagje. Niet dat ik daar last van heb, maar als ik dan zo'n daglichtlamp erbij heb, denk ik, oh heerlijk, gewoon die verlichting. Beeld staat stil. Misschien dat je eventjes dan weer moet verversen. Nou, ik maakte gewoon echt een rustige knutselmiddag van, dames. Ik heb dit dus echt niet voor kunnen bereiden. Nou, ik zie Miranda Pullen, sorry, maar ik vind het net een wc-bril. Nou, in eerste instantie had ik ook echt zoiets van, nou, wat is dit? Wat moet ik daarmee? Ik had het ook nog niet helemaal voor me gezien. Maar toen zag ik dat voorbeeld, toen dacht ik, hé, hij is toch wel heel erg leuk. Ik moet straks ook het designpapier nog knippen. Dus het is gewoon echt meekijken. Wie het leuk vindt, die kijkt mee met mijn knutselavontuur. Wie het niet leuk vindt, die moet het gewoon later eventjes nakijken. Nou, jullie moeten niet te veel op mijn nagels letten. Want die zijn nog helemaal groen van afgelopen week van het kliederen met de Distress Inkt. Ik heb het er nog niet helemaal af kunnen krijgen en ik heb ook geen tijd gehad om nagellak op te doen. Eigenlijk heel stom, maar ik gun mijzelf daar gewoon geen tijd voor. Terwijl ik het hartstikke leuk vind en het dolgraag weer wil doen. Maar ja, je bent daar zo lang mee bezig en dan heb je het er net op zitten. En dan gaat er weer een stukje af en dan irriteer ik me. Want dan moet ik weer alles overnieuw doen. En vast wel herkenbaar. Nou, dat is 2. Ja, dat distressen moet je ook gewoon doen zo ruw als jij dat zelf wilt. Kijk gewoon, ik doe het altijd wel eventjes. Ik vind het gewoon net even de finishing touch. En het voordeel is ook, als je niet heel netjes geknipt hebt, je kunt het altijd ja, wegwerken met zo'n peperdistressen. Dat wilde ik zeggen. Dus even nadenken wat ik nou aan het vertellen was. Kijk, van die cirkel, die moet je natuurlijk ook uitknippen. Nou, diegene die gewoon echt 100% netjes een cirkel kan knippen, die vind ik heel knap. Het lukt mij echt vrij goed, maar nog vind ik hem, dat ik altijd denk van ja, je kan het wel zien. Wat je eventueel ook kan doen, is natuurlijk een cirkelstans gebruiken, hè. Je kunt ook zeggen van, nou, ik gooi even een stansje in het midden. En ik stans ze allemaal op dezelfde maat. Kijk. Hoe gaan we dit straks doen? Ik ga ze even andersom doen. Met de mooie kant van mijn papier naar buiten toe. Dus eventjes andersom.
Ik moet ze straks ook nog voorzien van gesso. Het hoort er uiteraard ook nog weer bij. Kijk, je hebt er 4 nodig. Want we gaan het op deze manier straks vastplakken. En dan in het midden gaan we daar nog een touwtje aan maken. En daar komt dus de kerstbal in. Dus ik ga dat nooit redden in het half uurtje wat ik nog heb. Maar we gaan gewoon een mooi begin maken. Ik ga 2 kanten ga ik even voorzien van designpapier. Dus ik ga 4 stukjes uitknippen. Misschien dat ik daarna nog meer tijd heb, maar dan hebben we 2 kanten hebben we beplakt. Dan kan de rest later wel een keer na de uitzending. Dat vind ik niet zo spannend. En ik zag ook al wel bij Tineke van der Linden, zij had ook niet alle kanten beplakt. Dus het hoeft ook niet eens. Ja, dat vind ik ook zo'n nadeel van de nagellak. Dat gewoon dat zo snel weer ja, niet mooi is, zeg maar. Dan, daar irriteer ik mij gewoon aan. Ik ga even kijken of ik 2 van die ga doen. Of dat ik zeg van ik ga toch deze naast elkaar doen. Of 1 met licht en deze met deze ernaast. Dan wordt het niet zo heel druk. Zo gaan we doen. Dat is voor kant 1. Dan heb ik mijn malletje nodig. Die leggen we hier weer op. Kijk, en dan zijn die magneetjes dus ideaal. Want nu verschuift het absoluut niet. Hoop ik dat ik het... Ik teken altijd op, gewoon op de voorkant af. En waarom doe ik dat? Dan weet ik precies waar het designpapier altijd komt. En ik gebruik toch altijd de gesso of een distress inkt of iets dergelijks. Dus je kunt altijd gewoon weer netjes alles wegwerken. En anders is een gummetje ook nog een hele goede vriend. Even snel de randjes weer weggumt. Nou, ik ben benieuwd of jullie nog knutselplannen hebben voor dit weekend. Of dat jullie andere plannen hebben. Ik denk dat ik morgen een klein beetje op apengapen lig. Maar als het niet zo is, dan wil ik morgen ook lekker eventjes een beetje gaan knutselen. Ik moet nog zoveel creaties afwerken dat het gewoon niet grappig meer is. Ja, dat krijg je met de live set. Dan zijn de nieuwe producten binnen. En dan heb ik zoiets van, ja, ik kan het gewoon alleen dom laten zien. Of ik kan ook gelijk een beginnetje ermee maken. Want dat is natuurlijk het leukste. Maar ja, tijdens 1 live krijg je dat niet helemaal af. Of ik heb niet alle spullen compleet bij de hand. En dan komt het soms in het bakje van, moet nog afgewerkt worden. En zo heb ik al een hele bak verzameld van wat nog allemaal afgewerkt moet worden. Maar binnenkort wil ik daar eventjes tijd voor gaan maken. En dan moet ik ook eens even een keer tijd gaan maken om de foto's ook ervan te maken en op internet te gaan zetten. Want ook daar ontbreekt het nog wel eens aan. Nou, het knippen hoort er ook gewoon bij, dus dat moeten jullie ook maar even bekijken. Nou, fijn dat je zoveel inspiratie hebt, Christine. Knutselen, je doet bijna niet anders meer. Nou, super toch? Heerlijk. Kerstkaarten gaan schrijven, moet ongeveer 80 stuks. Ja, dan mag je inderdaad wel gaan beginnen met schrijven als je er zoveel moet gaan doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, dit jaar heb ik heel weinig kerstkaarten gemaakt. Ik ben ook, ja. Nee, ik kan niet zeggen dat ik heel actief geweest ben de laatste tijd. Gewoon, ja, ook andere dingen. En nou ja, mensen zien wel of ze een kerstkaart krijgen of niet. Ik zie wel wat ik nog afgewerkt ga krijgen. En wat niet gaat lukken. Komt allemaal vanzelf. Ach, en weet je, anders dan sponsor ik de winkel wel
de boekhandel wel met wat mooie kaartjes. Dat ik ze daar koop. Maar ja, ik denk dat ik dit jaar toch maar eens een keer wat meer kerstkaarten ga versturen dan vorig jaar. Ik denk dat dit jaar des te leuker is om mensen te verrassen met een kaartje. Even kijken. Oh, wat leuk. Ik vind dit oprecht interessant. Ik heb zelf een vrij grote familie. Oh, een stamboom maken is inderdaad ook leuk. Nou, ik zie dat iemand de pop-up workshop van Jeanette af gaat werken. Ook superleuk. Nou, ik kan al wel verklappen dat er volgende week weer een nieuwe workshop online gezet gaat worden. Het voorbeeld... Heb ik dat hier nog liggen? Oeh, misschien dat ik zo een sneak kan laten zien. Dat is dan echt eventjes alleen voor jullie. Moeten jullie verder niks zeggen, hè? Want het komt wel met ander papier. Maar, oh, ik moet eventjes... Aangezien het gewoon vrijdagmiddag is en ik doe waar ik zin in heb, gaat gewoon alles op het dode gemakkie. Het is namelijk... Voor een nieuwe workshop. De workshop zelf gaat weer 5 euro kosten. En je kan inclusief materialenpakket of zonder. Wordt 17 december. Die sluit met een magneetje en een flapje. Dit is even een prototype. Kijk eens hoe leuk. Daar zit een... Moet ik even kijken hoe die flapjes precies werken. Kijk. Er zitten allerlei flapjes nog weer bij. Deze en die. En hier zit ook nog weer zo'n setje met flapjes. Dus het is echt een superleuke. Nou, hierachter zit niet wat. Maar je kan hem dus aan alle kanten bekleden. En hij komt met het prachtige papier van Craft O'Clock. Dus dat komt nog. Dat is als alles een beetje mee zit en het volgende week niet enorm druk is en er mij tijd gegund wordt, dan gaan we die volgende week online zetten. Ik ga ondertussen even neuzen in mijn papiertjes wat ik bij de volgende ga maken. Ik denk dat ik deze leuke ga doen en daar ga ik aan de andere kant deze donkere doen. Ik vind die donkere ook wel leuk erbij. Dat gaan we bij de volgende doen. Dus die moet ik ook nog even weer tekenen en knippen. En dan gaan we plakken. Hebben jullie dat ook als je dan zo bezig bent dat je gewoon, dan zie ik in mijn ooghoeken echt van allerlei dingen. En zo gaat het ook als ik gewoon aan het knutselen ben. Dan ben ik ergens mee bezig en dan heb ik alweer inspiratie voor het volgende project. En dan denk ik van, oh, even snel aan beginnen, want anders ben ik het ideetje kwijt. En ja, dat werkt niet altijd, hè. Oh, de workshop gaat niet lukken, want te veel geld uitgegeven bij Hobby Vision. Oeh, dat is ook niet helemaal een goed teken, Hanny. Maar aan de andere kant, je hebt wel heel veel spulletjes wellicht. Dus dan kun je de komende tijd ook wel echt lekker vermaken. Nou, deze workshop, die kosten, die laten we wel laag. Het is 5 euro. En ik denk dat dat best meevalt. Dat is voor 2 uur workshoppen. Je betaalt uiteraard de kosten voor Jeanette. Want Jeanette steekt er ook heel veel tijd in. Kan voorbereiden. Ze is toch weer 2 uur aan het filmen. Filmpje kun je uiteraard later terugkijken. Dus je hoeft niet per se op donderdagochtend 17 december mee te doen. Je kunt later meedoen. Wij doen het bewust zonder... papierpakket, dus je kunt meedoen met je eigen papier. Maar vind je het nou leuk om het voorbeeld zelfde te maken als Jeanette of een van de DT-dames die de voorbeelden gaan maken? Dan hebben wij straks ook 2 verschillende pakketjes te koop met het papier en een mooi junk journal set om het mee aan te kleden. Dus dat komt nog, maar het papier is nog niet
allemaal meer op, niet allemaal voldoende meer op voorraad. Dus dat moet eerst besteld worden. Maar wellicht zet ik hem volgende week in de pre-order. Dat jullie hem in ieder geval alvast kunnen bestellen. Meestal duurt het niet zo lang voordat papieren je binnen hebben. Nou ja, het tekenen en dit soort dingen. Ik kan zeggen van, had ik vooraf kunnen doen? Nee, had ik geen tijd voor. Maar er zijn ook mensen die het knutselen ook nog moeten ontdekken. Die ook niet weten hoe dit soort dingen werken. En daarom doen we ook af en toe gewoon echt een beetje die helemaal die stap voor stap uitzendingen. Inclusief met peperdistressen werken, met knippen. Allemaal dat soort dingen. Want ook die mensen moeten de kans krijgen om dingen te gaan leren. Zeker in deze tijd merken wij gewoon dat er nog heel veel mensen weer toch opnieuw gaan beginnen. Toch de basisbeginselen nog willen leren kennen. Of weten welke producten waar fijn voor zijn. En die uitleg willen wij ook een beetje gaan geven. Ja, die workshops zijn ideaal voor als je zelf nog veel papier hebt liggen. En op die manier willen wij het ook gewoon laagdrempelig houden. We hebben ook ander soort workshops waarbij we wel online, maar dat is dan inclusief materiaal. Dus er zijn verschillende types online workshops die we uit gaan werken. En zo hopen wij voor elk wat wils te doen en ook voor iedereen toegankelijk met een iets royalere portemonnee of mensen die weinig te besteden hebben. Dat iedereen een keer aan bod kan komen. Deze ook even met de peperdistressen voorzien. Nou, ik zie wel dat ik hem niet helemaal in elkaar kan gaan plakken, denk ik, vanmiddag. Want dan moet ik die kerstbal straks ook nog helemaal voorzien. Ik weet niet of dat allemaal gaat lukken. Ik had toch van de week eventjes aan die zakelijke bespreking moeten vragen van die 20 minuten. Hoe die dat toch echt voor elkaar krijgt. Even kijken. Fijn om mensen te helpen. We leven al in een egoïstische tijd. Ja, dat ben ik wel met je eens, Miranda Pulles. Er zijn echt, tegenwoordig weet je het niet meer waar je goed aan doet soms. Vind je het leuk, kan je ook nog wat met achtergrondstempeltjes op deze kaart gaan werken. Ik moet zeggen dat ik deze Dutch Doobadoo collectie trouwens wel ontzettend leuk vind. En deze Crafty Kit, dat bevalt mij wel. Het zijn echt leuke kleurtjes. Daar ga ik wel wat meerdere dingen mee maken. Nou, dit is klaar. Ik ga eventjes een sponsje erbij pakken voor mijn gesso. En een beetje gesso erbij. Dan ga ik eerst mijn thee opdrinken. Nou, ik gebruik hiervoor nu die fijne sponsjes of die dabbetjes van Vaasen Creative. En dat gaat echt een heel stuk sneller. Jullie zien het wel. Nou ben ik zo rond, dus dat scheelt mij alweer heel veel tijd. Ze zijn ook niet zo heel duur. En als je ze straks gelijk uitwast, dan gaat de gesso er ook gelijk weer uit. Dus dan droogt het niet helemaal keihard op. Je kan ze laten drogen, maar je gesso wordt natuurlijk wel heel hard. Dus dan moet je ze op een gegeven moment weggooien. Maar als je ze gelijk eventjes uitspoelt en dan even goed laat drogen. Er zitten er volgens mij 6 in een verpakking voor iets van 2 euro. Maar je krijgt ook niet zulke vieze handen ermee. En wat ik ook wel fijn vind van deze, je dipt een klein beetje in de pot. Kijk, en zie je het
komt er niet zo massaal, niet zo donker aan. En wat je ook ziet is dat het dus een beetje ja, naar binnen toe gaat. Dus je hebt niet alleen een strakke rand omheen, maar een beetje een, ja, een los randje. Ik hou er wel van. En ja, doe je dit de eerste keer, dan is het natuurlijk ook een beetje eng om dit te gaan doen. Dan weet je niet hoeveel gesso je moet pakken. Dan weet je niet tot hoever je dat aan moet stippen. De eerste paar keren zal het echt niet zo, ja, zo soepeltjes verlopen. Maar ook met dit is het oefening baat kunst, hè? Dat is met alles. Fietsen hebben we ook niet de eerste dag gelijk goed geleerd. Tenminste, ik niet. Even kijken, dan moet ik even de kantjes die ik moet plakken voorzien van de gesso. Nou, dit stip je er gewoon een beetje aan. Ik ben echt een fan van gesso. Of gesso of een distress inktrandje erlangs. Vaak de vintage foto, dat kleurtje is wel heel mooi. Kijk, en weet je, als je dit dus zo een beetje aanzet, dan heb je dus ook die potloodlijntjes wat je op de voorkant, tenminste ik teken dat er op de voorkant, omdat ik dan precies kan zien waar ik werk, dan heb je dat ook gelijk weer weggewerkt. Oh ja, dat is ook leuk. Kaartjes gemaakt voor kanjepost en voor ja, voor verzorgingstehuizen. Ik denk dat dat in deze tijd gewoon echt heel belangrijk is. Ook de oudere mensen, ja, die hebben al zo'n moeilijke tijd. En dan nu de kersten nog weer, ja, toch veel eenzaamheid nu. Ja, goed, niet alleen die, ook de daklozen. En ja, er zijn zoveel mensen die nu in de problemen zitten. Waar we aan moeten denken. Het is, ja, het is geen makkelijke tijd. Maar goed, aan de ene kant, we leren natuurlijk ook wel weer heel veel hiervan. We moeten ook zien de positieve dingen proberen ervan in te zien. Want dat houdt ons natuurlijk wel op de been. Hoe positiever we blijven, hoe makkelijker het leven is. En dankbaar zijn voor alle kleine dingetjes die er nog wel zijn. En zo ben ik gewoon dankbaar dat jullie allemaal weer massaal meekijken. Dat ik weer een gezellige vrijdagmiddag heb. In plaats van het gestreste. Want ik was gestrest en ik ben nu gewoon weer lekker even relax aan het knutselen. Ik vergeet eigenlijk gewoon dat jullie meekijken. Dus dat is eigenlijk een goed teken, hè? De Tacky Glue is momenteel even uitverkocht. Komt hopelijk zeer binnenkort wel weer binnen. Dus even afwachten wanneer er weer vracht uit Amerika binnen gaat komen. Maar wil je deze ook? Zet hem gewoon op je verlanglijstje. Dan krijg je een mailtje zodra het weer binnen is. Deze is gewoon ideaal omdat je die op de kop neer kan zetten. En dus niet hoeft te knijpen elke keer voordat je aan de slag wilt gaan. Of ja, je moet wel knijpen natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Het gaat nooit natuurlijk vanzelf uit de tube. Maar ik bedoel eigenlijk van als je dat laatste restje normaal... Zet je een pot heel snel gewoon andersom. Gewoon rechtop. Maar je lijm wordt natuurlijk steeds minder. En dan ben je elke keer zo aan het schudden met die tubes. Dit is gewoon ideaal. Ik heb voor deze kaart dus de kleur R gebruikt. Van de Florence. Ik zal die kleurtjes ook wel eventjes gaan linken. Bij de gebruikte artikelen. Even kijken. Die komt zo. Die komt zo. Dus dan gaan we deze zo opplakken. Nou, ik hou het eventjes bij twee van die dingen. Want anders dan kunnen we helemaal niet meer beginnen aan de opbouw. En ik wil toch een klein beginnetje maken dat jullie een beetje een idee hebben wat mijn intentie is.
Nou ja, ik heb zelf nog geen flauw idee, eerlijk gezegd. Maar goed. Dat zien we straks gaandeweg wel eventjes. Het is altijd nog goed gegaan, dus vandaag kunnen we ook vast wel wat inspiratie krijgen voor de afwerking. Willen jullie trouwens nog voor de Sint of voor de Kerst of iets anders bestellen? Hou er rekening mee dat bij ons is natuurlijk enorme topdrukte door ook de feestdagen die komen, door Black Friday. Ook door corona dat er veel meer mensen nu online bestellen. Dus er wordt veel meer online besteld en hou er rekening mee dat niet alleen bij ons, maar overal de levertijden wat langer zijn. Van de bestellingen bij ons, wij doen ons best alles zo spoedig mogelijk te verzenden. En wij zijn daar nog steeds heel snel mee. En ik weet ook, ik heb geen flauw idee, ik heb niet gekeken verder hoeveel orders of hoe of wat. Dus ik weet niet hoe ver de dames vandaag zijn. Maar normaal gesproken lopen wij echt nog heel goed bij. Want ik las vandaag ook nog wel weer. Gisteren besteld is vandaag al binnen. Lukt soms niet met alle orders. Omdat er heel af en toe een kleine bug nog zit in onze voorraadsysteem. Dat er misschien een keer ietsjes uitverkocht is. Dat we het even snel bij moeten bestellen. Maar normaal gesproken gaat het goed. Maar de vervoersbedrijven, dat wordt ook een stukje lastiger. Dus hou daar even rekening mee. PostNL, GLS geven allemaal aan dat er langere levertijden zijn. Wat heb ik ondertussen gedaan? Ik heb alvast twee van deze flapjes aan elkaar geplakt. Dat moeten we ook met die andere twee nog gaan doen. En in principe, ja, ik kan er nog wel even eentje bij aan gaan plakken. Dat maakt op zich niet uit dat hij nog niet voorzien is van designpapier. Dat kan ik na de tijd nog doen. Die plak je allemaal exact op de volgende flap. Dus je maakt in principe een... je kan er ook een met drie doen. Zal ik het mezelf makkelijk maken en gewoon 1 met 3 gaan doen? Of doen we 4? Nee, 4 is mooier. Nee, we gaan niet voor het gemak, we gaan voor de netheid. Die vierde plak ik ook alvast even aan één kant vast. Ga hem gewoon zo ver mogelijk in elkaar plakken. Want dan weten jullie in ieder geval hoe de basis moet. Tenminste, ik hoop dat ik het goed doe. Ik pruts op maar wat, hè. Kijk eens. Die plak ik even naar één kant vast. Want ik wil in het midden straks nog een touwtje gaan maken. En dat touwtje, daar komt dan die leuke kerstbal aan te hangen. Kijk, dat moet je zo zien. Dat die kerstbal dan straks in het midden komt te hangen. En die ga ik vullen met een beetje sneeuw. En daar ga ik een leuke pingwing in zetten. En denk ik een leuk kerstboompje er nog bij. Dat moet ik nog eventjes bedenken. Dat ja, red ik gewoon vanmiddag niet. Hoe graag ik dat ook zou willen. Maar en dat is eventjes onmogelijk. Even kijken. Ik ga wel even kijken wat ik qua decoratie erbij kan doen. Want ik ga straks natuurlijk een beetje foambalkleden bij gebruiken. Dat is leuk om onderaan te doen. We hebben van die leuke Santa. Ik weet niet of het er die bij past. Die kerstboompjes kunnen ook nog onderaan. Ik ga ze eerst even die leuke die-cuts erbij pakken. Ja, want nu komt weer het lastigste. Hoe ga je beginnen met de aankleding? Wat gaan we erbij doen?
Ja, dit is toch leuk. Kijk, die pinguïn erbij. Zuurstokje erbij. Doe die daarbij. Dus even kijken. En daar een pinguïn. Deze wil ik er ook bij hebben. Die komt op de andere. Gaan we die gaan we hier onderaan doen. Dus er komen twee pinguïns. Zwarte boompjes of gekleurde boompjes. Kijk, die kerststertjes kunnen ook straks nog bij. Daar ga ik nog eens even over brainstormen. Dan hebben we nog hele leuke stickers erbij. Die kunnen we straks als tekst erbij gaan doen. Ik heb nog wel leuke boompjes. Ik denk dat ik die erbij ga doen. Nu even niet allemaal deze massaal gaan bestellen. Want deze heb ik nog niet afgeboekt. Dit is nummer ICD10217. Dat is er een van Yvonne Creations. Of als je het niet heel erg vindt als ik hem één keer gebruik. Maar ik kan dat niet zo snel beneden af laten boeken. Die ga ik eventjes uit. Ja, deze kleur groen kan best wel. Ik denk dat jij deze kleur groen gaat doen. Nou, stansmalletjes zitten tegenwoordig allemaal eventjes aan elkaar vast. Dat is voor de Chineesjes makkelijker. Dan raken ze de onderdeeltjes niet kwijt. Normaal gesproken knip je die er eventjes af, maar ik heb hier even niet de goede schaar bij de hand. Ik wil deze boompjes bij hebben. Ja, ik denk ook dat het een superleuk kaartje gaat worden. Ik vind kinderkaartjes altijd lastig. Maar ik heb mijzelf nu verplicht om toch wat vaker kinderkaartjes te maken. Want ik wilde het sowieso al voor mijn neefje en mijn nichtje. Maar ik heb nu ook sinds kort een adoptiekindje. Of een adoptiekindje, een sponsorkindje. En die wil ik ook af en toe een kaartje gaan sturen. Dus nou moet ik gewoon verplicht kinderkaartjes maken. En dat is wel superleuk om te doen. Kijk, dit zijn van die boompjes die op stam zitten. Dat is toch leuk? Die boompjes ga ik straks ook nog eventjes een klein beetje wit maken met mijn gesso. Nou, ik heb nog een set boompjes nodig. Ja, mannenkaart is inderdaad ook lastig om te maken. Of lastig. Ze zijn wel iets lastiger. Ligt eraan welk papier je ook gebruikt, hè? Er zijn ook tegenwoordig zoveel leuke papiertjes te koop voor mannen. En ja, als je dan bijvoorbeeld van het merk Crafto Clock of zo, daar zitten van die junk journal sets bij. Of van die knipplaatjes erbij. En dan ben je gewoon al gelijk een heel eind. Dan heb je decoratie erbij. Dan is het gewoon, eigenlijk bijna kind kan de was doen. Net wat ik zeg, niet allemaal nu massaal die boompjes gaan bestellen, hè? Want dan is het straks uitverkocht. Dit kwam net eventjes spontaan in mij op. Dan is het wel leuk om van die paper art om Santa door de lucht te laten vliegen, denk ik. Ik heb al een gedeelte heb ik gelinkt in de groep. Even kijken. Ach, weet je, we laten Santa gewoon in het midden eroverheen vliegen. En die zorgen we gewoon dat hij een beetje dubbel komt in het midden. Dat gaat lukken.
Dus dit is peperart, dat kan je allemaal losknippen. Allemaal los te gebruiken. Wel even Nederlandse taal maken. Ja, Saskia Mone die Nederlandse taal gebruiken. Saskia Mone die doet het liefste mannenkaarten, maar dat komt ook omdat je een mannenhuishouding hebt, denk ik. Dan ben je ook wel een klein beetje, ja, dan moet je ook wel haast mannenkaarten maken. Maar ik vind het persoonlijk ook lastiger om echt mooie mannenkaarten te maken. Ja, en misschien ook wel gewoon de interesse. Ja, ik hou gewoon van die andere kleurtjes. Ik vind een kaartje met een lintje, een strikje. Dat soort dingen vind ik gewoon geweldig. Kijk, als we die nou zo verdelen over twee pagina's. Of we doen hem zo in het midden ietsjes en dan plakken we hem gewoon vast. Kijk, dat is al hartstikke leuk. Hier komt onderlangs komt nog sneeuw. En ik heb nog wel meer leuke dingen. Ik ga even in mijn Grabbelton kijken. Domme vragen zijn er niet. Nee, domme vragen zijn er zeker niet. Wat ik nu gebruik is de Cut Easy Mini van Vasen Creative. Dat is een mini stansmachientje en het is gewoon, ja... een uitkomst. Hij is ideaal in gebruik. Echt voor de kleine malletjes. De meeste ja, kleine malletjes passen er wel doorheen. En het scheelt je gewoon zoveel draaiwerk. Als ik dingen door deze kleine kan doen. Dan komt die grote voor mij echt niet ja, van pas. Deze gebruik ik echt zoveel. Ik heb er nu thuis één en hier op kantoor één. Het is gewoon ja... een hele fijne aanschaf. Ik stans nu. Het lijkt alsof ik heel veel kracht zet. Maar ik wil even zo voorzichtig mogelijk draaien. Omdat jullie anders enorm hard wiebelen. Ik wil nog een tafeltje hiernaast hebben. Dat ik zeg maar niet op mijn bureautafel hoef te stansen. Maar dat ik er extra naast heb. Dat jullie gewoon dat wiebelen niet zien. Kijk, die ga ik dan nog eventjes op kleur brengen. Dan komt daar nog een grote boom bij. En dan doen we die boom ietsjes omhoog. Hier staat hij gewoon iets voor de boom. Dan doen we die kleine erbij naast. Kijk, dat is toch cute. Dan gaan we er nog een leuke... Ja, ik zie al dat... dat alweer bijna tijd is om af te sluiten. Oh. De tijd gaat zo hard. Deze ga ik er in ieder geval ook nog bij gebruiken. Die ga ik nog eventjes laten zien. Dan hebben jullie in ieder geval een idee. Misschien dat ik wel even wat stappenfoto's nog maak. Hoe ik de rest ga doen. Wat ik in deze bal ook nog ga doen is wat sneeuw. Nou, je kan er... dit soort sneeuw in doen. Maar dat is in principe hetzelfde schutmateriaal als van Marianne Design. Dit had ik nog liggen. Maar die van Marianne Design die, ja, is in principe hetzelfde. Ik moet nog ergens wat restantjes blauw hebben liggen. Ja. Ik had die cirkels namelijk bewust een beetje netjes uitgeknipt. Even kijken of die zo door het machientje past. Of dat ik toch mijn malletjes even los moet knippen. Nou, dat gaat net niet passen. Ik ga eens even kijken of ik deze met mijn Tim Holtz schaar iets los kan knippen. Even kijken die eraf. Of dat ook kan. Nee, dat gaat niet. Dat is een beetje jammer. Ik had ze even los willen knippen. Want dan kan het door mijn mini-machine. Nou, het gaat misschien net pas. We proberen het. Als die zijkant niet
gesneden. Wat er maakt me niet zo heel veel uit. Want dat takje moet toch in een andere kleur. Ik ga even weer draaien. Hoe groot is de bal? Die is 6 centimeter. Dit papier dat zit in de Crafty Kit Christmas Mood. De producten staan gelinkt bij vandaag, dus daar kun je ze vinden. Of bij vandaag, ja, bij de live van vandaag. Maar dat lijstje moet ik nog eventjes verder bewerken, dus dat komt nog. Kijk, ik wil daar een leuke poinsettia. En die wil ik hier bovenaan in het hoekje gaan doen. Kijk, en dan komt deze er straks onder. En dan ga ik daar nog met zo'n dat mooie donkere groene kleurtje. Ga ik ook nog wat van deze takjes erbij doen. En van deze takjes. Dus dat je echt zo'n leuke volle poinsettia gaat krijgen. En dan komen er aan dat belletje. Of aan de bal ga ik ook nog wat leuke kleine belletjes hangen. Ik heb er nog wat sneeuwbolletjes bij gepakt. Die ga ik ook her en der gewoon even zo op mijn kaart plakken. Dus dat is nog een beetje het idee. Dus wat ik hieronder ga maken is nog sneeuw. Ik ga er sneeuwbolletjes op doen. Ik ga deze kerstbal decoreren. En ik denk dat ik in deze kerstbal... Ik ga er even bij pakken. Een leuke kerstboom ga doen. Want ik kan wel zo'n pinguïn erin doen. Op zich zou het wel kunnen. Ja, weet je, ik denk dat we toch de pinguïn erin doen. Het is toch leuk. Alhoewel, dan is die wel helemaal gevuld. Daar ga ik nog even over brainstormen. Of ik hier die pinguïn in ga doen, dat ik die in de sneeuw zet. Of dat ik er iets anders leuks in ga doen. Maar ik denk dat ik toch maar voor het boompje ga. Kijk, boompje met een cadeautje. En dat zet ik gewoon in een laagje met sneeuw. Nou, dat is toch leuk. Ik denk dat ik dat ga doen. Maar daarbij moet ik het helaas ook laten voor vandaag. Ja, het is dus niet af. Het is dus gewoon een beetje een showtime met een beginnetje aan een creatie. Zodat jullie een beetje een idee hebben. Nou, ik denk dat jullie jou aardig kunnen voorstellen hoe dit gaat worden. En dat wordt dus zo'n staande kaart. En daar moet dus in het midden straks een touwtje komen. Waar je deze kerstbal aan vast gaat maken. En dan kun je deze dicht gaan plakken. Deze kanten moet ik nog eventjes dus dicht plakken. En dan heb je dus 4 van deze stukjes nodig. Ja, die leuke hertjes van Tim Holtz kunnen er inderdaad ook nog in. Maar ik wil ook een keer een kaart maken die, waar niet alleen maar dure producten op zitten. Niet iedereen kan dat betalen. En Jeanette heeft dat met die hertjes al gedaan. Dan ga ik gewoon even voor een iets goedkopere variant. Dat we gewoon voor elk wat wils hebben. Ik ga afsluiten. Ik hoop dat ik hem morgenmiddag iets verder af kan gaan maken. Maar dat zien we morgen wel. Voor nu fijne avond, fijn weekend. Mocht je nog willen profiteren van 10% korting, vanavond kun je nog bestellen met code BLACKFRIDAY10. Doe het niet te massaal, dat we niet te druk worden, dan blijft het voor iedereen leuk, maar kijk zelf eventjes. Fijn weekend en tot de volgende keer. Doei doei!